Goedendag. Ik kijk naar de Weersverwachting van weerplaza.nl. We hebben vandaag opnieuw te maken met zware regenbuien en wateroverlast. Ik heb al diverse filmpjes en foto's langsgekomen van flinke plassen en ondergelopen straten. En het is dan ook niet gek dat er code oranje geldt voor de noordelijke provincies. Prong vanochtend echter allemaal in het zuidwesten. Vroeg in de ochtend had Terneus al last van wateroverlast. Later in de ochtend trokken de zwaarste buien over Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Noord-Holland en Flevoland kregen toen Code Oranje. En inmiddels geldt Code Oranje voor Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. We zien daar de zware buien langzaam naartoe trekken. En het zijn echt forse jongens met hagel, met onweer. En er valt dus veel regenwater. Temperaturen. Nou, dit zijn de hoogste temperaturen van vandaag. We zaten nog even in de buurt van de 29 graden. In het zuiden is het nu wat droger, daar beginnen de temperaturen weer wat op te lopen. Maar in de rest van het land hebben de buien ervoor gezorgd dat het kwik behoorlijk gedaald is. Je ziet het in Noord-Holland 18 graden nog maar op zulke plaatsen waar de regen met bakken naar beneden komt. En ik heb ook melding gekregen dat het pikken donker was op sommige plaatsen. Dat hele slechte weer, dat zien we ook op de weerkaarten natuurlijk terug. Vanmiddag overal regenbuien, en vanavond dan zien we de buigheid langzaam minder worden. En dan beperkt het zich morgen wat meer tot de oostelijke provincies. Geen droge vrijdag dus, met name in het westen maak je wel kans op droog weer. Maar in de oostelijke helft verwachten we nog steeds een enkele stevige of onweersbui. Dat geldt ook voor vanavond ook dan nog her en der stevige buien. Op dit kaartje staat in het noordwesten droog, kan net zo goed in het midden zijn. Die buien die komen en gaan en het is uh, op een enkele plek fors en op een andere plek blijft het de hele avond droog. Onweer blijft mogelijk, hagel blijft mogelijk en de temperatuur die schommelt zo tussen de 18 graden tijdens de stevige bui en 24 graden op de plekken waar het vanavond droog blijft. In de nacht zien we dat het aantal buien dan flink minder worden. Dan hebben we natuurlijk flink wat regen gehad en daardoor kan er plaatselijk mist ontstaan, maar die mist zal... Nou, denk ik niet verkeersbelemmerend zijn. Morgenochtend lost de mist ook snel op. En daarna krijgen we geregeld zonneschijn, ook wolkenvelden, geen stralend zonnige dag. En de temperaturen lopen uit een van zo'n 20, 21 graden aan zee tot toch nog 25, 26 graden in het oosten en noordoosten. En je ziet het aan de weersymbolen, er kan weer een enkele bui vallen. En met name langs de oostgrens is er morgen kans op onweer. Maar het noodweer van vandaag, dat verwacht ik morgen niet. Slechts op een enkele plek zal het flink tekeer gaan. In het weekend hebben we de paraplu ook nog af en toe nodig. En de temperaturen zijn behoorlijk onzeker. Niet voor de kustregio, daar gaan we gewoon uit van 19 tot 21 graden. Maar in het binnenland heb ik 22, 23 graden staan. Als het een beetje meezit met de zon en de buien die blijven wat langer weg, dan zou het misschien lokaal zelfs 24 of 25 graden kunnen worden. Maandag grotendeels droog weer en dan bereikt de temperatuur sowieso plaatselijk de 25 graden. Het warme weer is dus nog niet voorbij en dat zien we ook in onze 15-daagse. Even een klein dipje naar beneden, nou ja, het is minimaal, maar daarna gaat de temperatuur weer duidelijk omhoog. Dus in de loop van volgende week opnieuw warm weer. Modellen zeggen wel dat het grotendeels droog zal blijven dan. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl